En wat je hier dus heel mooi ziet gebeuren, is dat je gebruik maakt van de specialisatie van alle verschillende leveranciers, van alle single services, maar dat je daarin wel heel duidelijk de samenwerking zoekt. En dat is echt een vergaande samenwerking tussen verschillende partijen, zoals Avex, Engie, CSU, Formaat, Securitas en natuurlijk ABN zelf en Spirit Hosting. Ik vind de doorvertaling vind ik heel erg mooi naar de dagstart die we dus dagelijks hebben. Waar dus dan echt de operationele mensen op de vloer iedere dag eventjes starten. Oké, wat is je mood? Hoe voel je je? Want ook dat is natuurlijk wel de teamgedachte. Wat is er gisteren gebeurd? Zijn er dingen waarvan we kunnen leren? Wat staat er vandaag op de agenda? En dus echt met elkaar ook kijken van hoe kan je er nou voor zorgen dat die gast die binnen Circle zeg maar, aanwezig is, dat hij ook gewoon een optimale beleving heeft. Wat we unaniem hebben teruggekregen van onze andere facilitaire partijen, is dat de mensen enorm trots zijn dat ze bij Circle mogen werken. En wij denken echt dat dat komt doordat ze betrokken zijn en ook een onderdeel zijn van de primaire dienstverlening die we leveren. Maar daarnaast ook het gedachtegoed van Circle echt mogen ervaren en mogen meegeven aan onze gasten. Want je kan van alles nog wat mooi aan een tafel gaan zitten verzinnen met elkaar. Dat het ook daadwerkelijk op de vloer ook gewoon ten uitvoer gebracht wordt.